Dit jaar staat het jaarthema van de gemeente Tiel in het teken van wijk en buurt. In een reeks programma's ziet u een aantal voorbeelden van initiatieven die door inwoners van Tiel zelf zijn opgepakt. In deze aflevering van Wijk en Buurt nemen we een kijkje bij de realisatie van een speeltuin in Tiel-West. Wij hebben aan de gemeente Tiel gevraagd voor een stuk grond om zelf een speeltuin te bouwen. Omdat de gemeente Tiel eigenlijk geen geld meer wil steken in de bouw van speeltuinen. Daarom hebben wij samen besloten om zelf met de burgers een speeltuin te bouwen. Het plan was ontstaan. Tijd om actie te ondernemen. En toen zijn wij handtekeningen in gaan zamelen in de wijk. Om mensen zover te krijgen ook dat ze erachter staan. Alle buurtbewoners, want dat vonden we wel heel belangrijk. Zijn we naar de wethouder gegaan, hebben we de handtekeningen geleverd. En daar kregen we dus te horen dat de gemeente zei van, ja, dat gaan we niet doen, daar is geen geld voor. Uiteindelijk is er verleden jaar november de VIP-bus in Tiel gekomen. En daar kon je je droom inleveren en dat heb ik gedaan. En mijn droom was dus om zelf een speeltuin te bouwen. En die hebben mij daarin gesteund. En uiteindelijk ben ik uitgekozen met 9 andere projecten om een presentatie te maken voor de gemeente. En daaruit ben ik gekozen om dat te gaan doen. Uiteindelijk zijn we gaan kijken voor een stuk grond. We hadden eerst een stuk grond naast de flats, maar dat bleek van de woningbouw te zijn. En dat zijn seniorenflats, dus die hadden zoiets van, dat is niet onze doelgroep. Toen liepen we een beetje vast. En toen hoorde ik dat de Cambier van Notenschool aan de Nierijnenlaan eruit ging in de herfst. En toen werd gevraagd of wij een deel van het schoolplein mochten gebruiken. En zijn ze wezen kijken en dat mocht. Dus zodoende zijn we aan de locatie gekomen. Deze school had ook nog speeltoestellen staan en die konden wij overnemen. En zodoende hebben we ook al wat speeltoestellen. Het is natuurlijk al van mag het wel, mag het niet. Dat duurt heel lang, al dat papierwerk. En daarna moet je dus zelf gaan zoeken. Dus het zou fijn zijn als burgers daarin ondersteund worden door de gemeente. Van goh, geef je handvaten, kijk hier eens, kijk daar eens. Kunnen die mensen wat voor je doen? Dat zou heel fijn zijn. Een mooi initiatief dat door doorzettingsvermogen wordt gerealiseerd. Een prima voorbeeld van burgerparticipatie. In de volgende aflevering van Wijk en Buurt praten we met mensen die een buurtpreventieproject hebben opgezet in samenwerking met verschillende partijen zoals gemeente en politie.